apendeskundige Frans de Waal is overleden. Hij deed baanbrekend onderzoek naar het gedrag van apen in Burgers' Zoo. We zijn in feite mensapen. Ja, dus we lopen op twee benen en we hebben grotere hersenen. Dat is eigenlijk het enige verschil. In Terwolde staat de rioolwaterzuivering van de toekomst. Circulair, modulair en duurzaam. Nou, dit moet het voorbeeld zijn van Nederland, maar ik zou het jammer vinden als het gekopieerd wordt. Ik zou het mooi vinden als het doorontwikkeld wordt. En we zijn nu 2 jaar verder sinds de oorlog met Oekraïne. Toch blijven deze Achterhoekers Oekraïners steunen. Ze openden een kledingwinkel voor ze. Ze konden alleen maar een klein rugzakje meenemen, voor de rest niks. Hij was een van de meest vooraanstaande apendeskundigen ter wereld. Frans de Waal, die zijn carrière begon in Burgers' Zoo in Arnhem, is op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Amerika overleden. We zijn in feite mensapen. Ja, dus we lopen op twee benen en we hebben grotere hersenen. Dat is eigenlijk het enige verschil. In 1982 kwam zijn boek Chimpanseepolitiek uit, gebaseerd op zijn waarnemingen van de apen in Burgers' Zoo. In dat boek beschreef hij dat mensen niet heel anders zijn dan apen. En dat werd gezien als een revolutionaire kijk op het gedrag van apen en maakte de Waal wereldberoemd. Het Amerikaanse tijdschrift Time riep de Waal zelfs uit tot een van de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Ja, in Burgers' Zoo wordt nog altijd dankbaar gebruik gemaakt van de onderzoeken van Frans de Waal. De primatoloog Constanze Mager, die ook gedrag van apen bestudeert, las als scholier al boeken van Frans de Waal. Dit is Frans de Waal, die is gisteren helaas overleden. Hij heeft heel veel bij de chimpansees gekeken en geobserveerd hoe ze zich eigenlijk gedragen. Constanze Mager geeft de kennis over apen door aan een nieuwe generatie. Zelf las ze als jongere al de boeken van Frans de Waal. Ja, nou die kon heel goed naar apengedrag kijken en vooral die sociale relaties onderling, dat was echt zijn stokpaardje. De Waal onderzocht daarvoor bijna 5 jaar lang het gedrag van de apen. Iets wat Constanze Mager ook graag doet. Wat betekent dit nou? Wat de opwinding vooral. En we zien ook dat de een de arm over de andere heen legt. Dat heeft ook met dominantie te maken en ook met reassure. Dus gewoon verzekeren en ik wil je geen kwaad. Maar uiteraard maken ook apen wel eens ruzie. Als die ruzie hebben, dan maken ze het wel goed. Omdat anders, als die apen ruzie hebben en ze lopen weg, dan zijn ze het oerwoud gewoon de groep kwijt. Dat werkt natuurlijk niet, dus je moet ook sorry kunnen zeggen. En Frans de Waal ontdekte dat juist de winnende partij bij een apenruzie degene is die sorry zegt. Dus de winnaar is tegen en zegt van joh, ik strek me nu mijn hand uit. Ik bied aan dat we het weer goed maken en dat dat conflict vergeten is. Bij mensen verwachten we vaak van de verliezer van een ruzie dat die dan sorry zegt en zo. Maar bij apen is het dus andersom en ik denk dat dat iets is wat we echt af zouden kunnen kijken. Circulair, duurzaam, modulair en dus goed voorbereid op de toekomst. Dat is de rioolwaterzuivering in Terwolde. Door nieuwe regelgeving moeten de komende jaren veel zuiveringen vernieuwd worden. En dus is die in Terwolde volledig gerenoveerd. Het waterschap Vallei en IJssel, Vallei en Veluwe, wil dat de duurzame waterzuivering een voorbeeld wordt voor de rest van het land. Ja, wat u hier ziet is het neusje van de zalm op het gebied van waterzuivering. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Terwolde is in feite nieuwbouw, maar op dezelfde locatie als de oude installatie die niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. We hebben echt bij het ontwerpen gekeken hoe kunnen wij met zo min mogelijk milieu-impact deze zuivering bouwen. Zo is er veel hout gebruikt als bouwmateriaal voor het leidingenstelsel bijvoorbeeld. En op de loopbrug liggen zonnepanelen die een deel van de energie voor de waterzuivering leveren. Oude bouwmaterialen zijn hergebruikt. Er ligt geen beton op de bodem, maar hier groeit straks gras. De zuivering bestaat eigenlijk uit een aantal van dezelfde modules, zodat die gemakkelijk vergroot of verkleind kan worden. En de modulaire bouwwijze, vergelijkend met Lego, kennen we allemaal denk ik van vroeger. We kunnen vrij makkelijk nieuwe technieken toevoegen. Bijvoorbeeld medicijnresten of in de toekomst microplastic verontreinigingen en alle andere stoffen die we nu nog niet kennen. Dat kun je dan straks makkelijker uit het water halen. Absoluut. De waterzuiveringsinstallatie maakt het water schoon van de inwoners van Voorst en een deel van Deventer en Apeldoorn. Het is de bedoeling dat het schone water straks zelfs weer teruggevoerd kan worden naar het Veluwse bekersysteem. Nou, dit moet het voorbeeld zijn van Nederland, maar ik zou het jammer vinden als het gekopieerd wordt. Ik zou het mooi vinden als het doorontwikkeld wordt, waardoor het nog beter wordt. Want ik geloof er echt in dat het nog circulairder kan en nog duurzamer. En dat kan alleen maar als we het samen met elkaar doorontwikkelen.
Een kledingwinkel alleen voor Oekraïners. Een groep Achterhoekers nam hiervoor het initiatief in de zomer van 2022, vlak na het begin van de oorlog. Zij vonden de situatie van de vluchtelingen zo schrijnend dat ze besloten om kleren in te zamelen bij lokale ondernemers. En dat blijkt nog steeds hard nodig. We hebben hier rokjes, broeken, lange rokken, korte rokken. Ja, ze hebben al uitgezocht. Het is niet de eerste keer dat Miele en haar familie hier wat kleding aanschaffen. Het is natuurlijk een uitkomst voor hun. En ze zijn heel blij met dit winkel. Thank you very much. In een boerenschuur in Steenderen kunnen Oekraïners voor een paar euro nieuwe kleding kopen. Marion begon met dit initiatief nadat ze op de camping waar ze zomers verblijft Oekraïense vluchtelingen ontmoette. Die mensen maken echt heel veel mee. En je ziet het misschien niet altijd aan ze, maar ze hebben heel veel verdriet. Want je zult maar hals over kop je huis uit moeten met een tasje en je weet niet eens meer, kom je ooit nog terug. Voor de 68-jarige Mila en haar man geldt dat ze alles achter hebben gelaten in de stad Gerson, vertelt haar zus Vera. Ze konden alleen maar een klein rugzakje meenemen met wat eten onderweg, een set kleding en documenten, voor de rest niks. Dus ja, met deze kledingbeurs voorzien we wel in de behoefte. Er zijn mensen die kwamen uit Tilburg, uit Enschede, uit Hengelo, Overijssel, heel bijzonder. We zijn ook heel dankbaar voor al die kledingzaken die die kleding doneren. Ze nam tak dopomagajuć taki czas. En ze zijn zeer erg dankbaar dat ze in zulke zware tijden aan groen helpen. Zometeen gaan we naar Harfsen, want de motocross is los. Het seizoen werd daar geopend met de Dutch Masters of Motocross. Een van de talenten is Robin van Oldeniel uit Eefde. Hij is heel fanatiek en ambitieus, dus hij leeft er ook voor. In Varsseveld is op de Rademakersbroek vannacht een auto tegen een boom gebotst en in brand gevlogen. De auto reed vanuit Aalten richting Sinderen, maar raakte van de weg en knalde tegen de boom. De bestuurder en de bijrijder wisten het brandende voertuig op tijd te verlaten. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig in zijn geheel uitbrandde. Deze is afgesleept door een berger. De politie in Scherpenzeel is nog altijd op zoek naar de man die vanochtend iemand neerstak. De steekpartij gebeurde op de Dorpstraat in het centrum van het dorp. Hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politiewagens, 3 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd niet gevonden. Hij bracht in de Tweede Wereldoorlog dwars door de frontlinies tientallen geallieerden in veiligheid. En hij had zelf ook vele onderduikers in huis. Van de Amerikanen en Britten kreeg Kees Mulder uit Wageningen een onderscheiding voor zijn heldendaden. Maar in Nederland is hij nooit beloond. Dus schreef historicus Evert-Jan van Roekel een boek over de sigarenmaker die de codenaam De Rode Pimpernel kreeg. Dit hoofdkwartier van Verzet was ook dé plek waar Kees Mulder actief was om geallieerden te helpen. In december 1944 was dit de grens van het Derde Rijk. Aan de overkant zaten de Engelsen en de Duitsers hadden hier hun verdedigingslinie. En dan bracht hij dus geallieerde militairen die hier gestrand waren, bracht hij weer naar de overkant. Die moesten dus eerst verstoppen, want die zaten natuurlijk in vijandelijk gebied en konden niet terug. En die moesten ontkomen aan Duitse krijgsgevangenschap. Dus die werden verstopt op de begraafplaats. En vanuit die begraafplaats moesten ze vaak in het holst van de nacht hier naar de Rijn zien te krijgen. En ze dan zien over te zetten. Gevaarlijk werk dat hij vaak in zijn eentje deed, bewonderenswaardig, schrijft Van Roekel. Het feit dat iemand die enorme risico's durft te nemen op het moment dat het er echt toe doet, dat het echt moet, ruzieloos, zonder eigenlijk het gevaar voor zijn eigen leven mee te nemen in ogenschouw, dat is heel bijzonder. Hij kreeg waardering van de geallieerden. Hier zie je de certificaten die behoren bij de Amerikaanse Medal of Freedom, die hij ontvangen heeft van de Amerikanen. En aan de andere kant het certificaat dat hoort bij de Britse George Medal. Onderscheidingen voor betoonde moed op burgers. Eigenlijk de hoogste onderscheidingen die aan burgers kunnen worden verleend. Maar geen Nederlandse onderscheiding? Nee, hij is door Nederland nooit formeel onderscheiden. Het was een hele bescheiden man, rustige man, die zich ook zeker niet voorstond op zijn daden, ook niet na de oorlog. Hij kreeg wel een straatnaam in Wageningen en nu dus een boek. Donderdag wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Wageningen. De onrust bij Vitesse houdt maar niet op.
De Arnhemse club speelde gisteravond gelijk tegen Almere en daardoor komt degradatie steeds dichterbij. Maar ook het voortbestaan van Vitesse staat serieus op het spel. Het ziet er somber uit voor Vitesse. Sportief gezien gaat het niet best, maar dat is niet het grootste probleem. Vitesse is nog nooit zo dichtbij de dood geweest als nu. Want in het verleden dan was het een geldprobleem wat opgelost moet worden. Maar nu moet je eigenlijk meerdere problemen oplossen. Dat is het Russisch eigenaarschap. Het probleem Coley Perry, die is eigenlijk al in de armen zijn gevlogen en heel veel geld hebben laten uitgeven. Terwijl het ook helemaal niet duidelijk was of die überhaupt wel eigenaar mocht worden. Toch is de angst niet bij iedereen zo groot. Ik denk als je die degradeert dat er dan wel weer wat loskomt. En we hoeven niet te wanhopen wat dat betreft, hoor. Het is eigenlijk een Gordiaanse knoop die doorgehakt moet worden. En daarbij zit Vitesse ook nog eens met de complicatie dat de club gewoon heel slecht is gerund. En dat ook bijna geen mensen meer aan boord zijn. Sportief gezien blijft het precair na het 1-1 gelijkspel thuis tegen Almere City. De Arnhemmers moeten heel wat punten halen om in de Eredivisie te blijven. We moeten niet opgeven, nog steeds niet. Maar we moeten wel inderdaad, wat jij zegt, 2 keer meer winnen als de rest. En we hebben er pas 4 gewonnen dit seizoen. Dus is een behoorlijke opgave, ja. Je werkt je toch het snot voor de ogen, hè? Om dit te redden. Ja, we hebben een hele goede eindsprint nodig, ja. Ja, dat hebben ze zeker. Duizenden toeschouwers verzamelden zich vandaag in het bos bij Harfsen voor de start van het motocrossseizoen. Toppers uit binnen- en buitenland strijden in een aantal weekenden om de titel Dutch Master of Motocross. De 22-jarige Robin van Oldeniel uit Eefde is een van de talentjes bij het kampioenschap. 1, 2, 3. Ja. Dit is echt zo'n sport waar je eigenlijk met de hele familie voor moet gaan, zo'n beetje, hè? Ja, we zijn met z'n drieën, of met z'n vieren nu dan eigenlijk. En we leven voor de motocross eigenlijk. Living voor de weekend, zeg maar. Nou, ik heb hier staat een motor waar ik de wedstrijd op rij. Twee tak motoren, 50cc, 65cc, 85, 125 en nu de 250 al verschillende jaren. En die staat er nu weer klaar voor de wedstrijd die ik zo ga rijden. Want je hebt vanochtend al gereden, hè? Ja, ik heb nu een kwalificatie gereden. Hij wist zich vanochtend te kwalificeren met een 13e plaats. Ja, ik zit nu bij de eerste 40, dus dat is al de prestatie. En nu is voor de wedstrijden natuurlijk het mooiste om zo goed mogelijk mijn best te doen. Is hij ambitieus? Ja, heel erg. Ja. Dus ik denk nog meer als dat ik zelf ben. Dus hij is heel fanatiek en ambitieus. Dus hij leeft er ook voor. Robin kent het parcours goed. Robin is een jongen die is hier als klein jochie liep hier al. Zijn vader die reed hier ook rond. En zonder Robbie tekort te doen, die had wat minder talent. Maar die had veel plezier in de sport. En kleine Robin die liep er al. En die begon op de jeugdbaan en om dan jaren later hier aan de start te zien. Dat is gewoon gaaf. Ja, dan krijgt ze nog het weer. Vanavond valt er enige tijd regen, maar aan het eind van de avond wordt het droog. Vannacht is het bewolkt en het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen start bewolkt met lokaal een lichte bui, maar 's middags is het heerlijk lenteweer met 15 graden en een zonnetje. Kijken we nog even vooruit. Dinsdag en woensdag wordt het nog warmer met 16 of 17 graden. Daarna moet de temperatuur een aantal graden inleveren en krijgen we vaker te maken met buien. Tot zover het Gelders nieuws van zondag 17 maart. Meer nieuws vindt u in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.